En aan de telefoon hebben we Sjors van Wezel. En, want die gaat weer het evenement doen. De wintereditie van Proefpark. Want we vroegen ons al af, Sjors, gaat dat nog wel gebeuren? Want meestal is dat eerder. Goedenavond, Sjors. Hi, het gebeurt echt, hè? Het gaat echt gebeuren. Ik ben net een propper, geloof ik. Ja? Vorig jaar was het het laatste weekend van januari. Dus nu zitten we eigenlijk 2 weken later dan vorig jaar. Ja, dus het is op 12, 13 en 14 februari. Dus vrijdag, zaterdag en zondag. De komende. Even voor de luisteraars die dat niet weten, die buiten Haarlem komen en die het toch wel verschrikkelijk leuk vinden. Lekker eten, je buik rond eten en lekker drinken. Kun jij eens uitleggen wat jij met deze editie van 2016 met Proefpark gaat doen? Wij hebben een... Het is indoor. We staan zomer staan we buiten en nu is het indoor. En we hebben een grote hal, die gaan we verbouwen. En daar gaan we 15 verschillende foodtrucks neerzetten. En de foodtrucks, dat zijn verbouwde campertjes, Volkswagens... naar allerlei soorten oude auto's. En er zijn keukentjes ingebouwd. En dan gaan we lekker streetfood serveren een weekend lang. En oké, maar het is niet alleen eten. Ik heb ook begrepen dat jullie uit Haarlem en omgeving bekende en onbekende bandjes ook ernaartoe laten komen. Hè? En dan laten spelen en zingen. Klopt. Ja? Klopt. En wie hebben jullie dit jaar uitgenodigd? Schnitzel hebben we uitgenodigd. Schnitzel? Wat is dat voor muziek? Singer-songwriters. Oh, op die manier. Dat glibberachtig. En we hebben ook een aantal DJ's, een aantal bekenderen uit Haarlem ook. Noem er eens een paar. Daar Modern bijvoorbeeld. Ja? Die treedt vaak op in Haarlem ook. We hebben DJ Dikke Thomas, die staat vaak in het patronaat ook. En op zondag hebben we Marcel Barlach en die staat vaak in de Pacific in Amsterdam. Oké, dus dat wordt leuk, gezellig, met muziek. Je kan je vrienden weer ontmoeten, je familie. Want ik vind het echt gezellig, want ik ben in alle edities geweest. Wel, ik geloof 2 of 3 keer zelfs op zo'n editie. Ik ga ook alweer even radio dingetjes halen, repo's halen. Dus dat komt allemaal wel weer goed. Het is dus komende vrijdag, zaterdag en zondag, 12, 13, 14 februari. Hoe laat? Vrijdag vanaf 4 uur 's middags. Dan hopen we eigenlijk de grootste vrijdagmiddagborrel van de Waardepolder te gaan houden. En zaterdag en zondag zijn we vanaf 11 uur 's ochtends open. En waar wordt het gehouden dit jaar? In de Waardepolder op de Hendrik Vigeeweg. En dat is waar Bakkerij van Vessem 15 jaar lang heeft gezeten. En die is er net sinds het afgelopen weekend uit. Nummertje 3F, hè? Daar op die locatie. Klopt. Ja? Klopt. Nou, Sjors, ik zie jij nou daar. Was vrijdag waarschijnlijk niet, want dan hebben wij iets bijzonders, een verrassing bij de 105, maar dat komt later wel. In ieder geval zaterdag, dan wel zondag, dan ben ik aanwezig. En dan ga ik eventjes, eventjes wat repo's halen en even genieten. En ik hou van lekker eten, dus ik zie jou dan wel zaterdag. Vind je echt leuk. Oké. Tot dit weekend. Oké, succes. Dankjewel. Dag, Sjors. Dag.